Goed, voor deze video, de laatste video van level 3 voor Photoshop, ga ik je leren hoe je een eigen geshopte foto vrijstaand in InDesign kan plaatsen, zodat dus de tekst, de afbeelding dus geen achtergrond heeft, transparant is en de tekst die je daar hebt zo om de foto heen loopt. Om je als voorbeeldje iets te laten zien, ga ik eerst even in InDesign wat tekst plaatsen en een afbeelding of een object in de tekst plaatsen om te laten zien wat ik bedoel. En ik heb hier InDesign open. Dan ga ik eerst met de teksttool een tekstkader trekken en die vullen met tekst. Nou, de tekst die ik gebruik is hier een standaard tekst, de Lorem Ipsum tekst. Misschien heb je er wel eens van gehoord, maar dat is gewoon de meest gebruikte standaard tekst die je dan als filler tekst gebruikt voor een bestand. Als je nog geen tekst hebt, dan gebruik je dit en dan gooi je dat erin om in ieder geval het beeld te hebben van tekst in je bestand. Nou, ik plaats hier de Lorem Ipsum in. Wat ik nu wil doen is, daar wil ik dus een afbeelding in kunnen plaatsen en dat die tekst zo om die afbeelding heen loopt. Om dat als voorbeeldje te geven, maak ik hier even een cirkel. Zoals dit. Dan geef ik even een zwarte vulling hier bovenaan. En deze cirkel plaats ik gewoon even hier midden in mijn tekst. En nu zie je dat de tekst dus er nog erachter valt, hè? Maar wat je kunt doen is, je kunt naar Window gaan en daar Text Wrap aanklikken. En deze tool gaat dus over hoe de tekst om die afbeelding heen moet lopen. En welke je daarvoor moet gebruiken is dan, de eerste is dus No Text Wrap. De tweede is Wrap Around the Bounding Box, dus dan gaat hij om dat vierkantje eromheen. En de derde gaat hij dus om het object zelf heen lopen. En dit is heel leuk, hier kun je een hele mooie opmaak van pagina vormgeving mee verzinnen. Dan heb je hier nog een aantal instellingen onder staan, namelijk de millimeters, de offset, van hoe ver die er van af moet wijken. Want hij zat er nu echt heel strak tegenaan en dat ziet er niet zo netjes uit, maar met deze optie kun je dus kun je de tekst nog wat verder uit laten wijken van het object. Nou, nu wil ik dit met een foto doen, dus dit gooi ik weg. En ik ga even naar Photoshop, want stel je bent in Photoshop druk bezig geweest en je hebt dus nu een foto vrijstaand gemaakt. Dat kun je dus zien natuurlijk aan de geblokte achtergrond en in de laag heb ik maar één laag. Want stel dat je nog bijvoorbeeld een witte laag eronder had zitten, dan werkt het niet. Want dan heb je dus een witte achtergrond eronder zitten. Maar nu is even een belangrijk ding. En dat is, als je deze afbeelding op gaat slaan, dan doe je dus File en Save As. En het bestandstype, hoe je hem op wilt slaan, is deze. Bij Format kijken naar de verschillende bestanden. En we kennen nu natuurlijk al Photoshop. Sorry, we kennen al Photoshop en JPEG. Maar we gebruiken PNG wanneer wij transparantie willen bewaren in onze afbeelding. Want het PNG-type, dat is in staat om de transparante achtergrond te bewaren. Nou, en dan sla je hem dus op als een PNG-bestand. Je ziet hier al dat ik hem al heb opgeslagen, vrijstaand.png. Nou, vervolgens gaan we deze foto openen in InDesign. Dus in InDesign doen we File en Place. En dan pak ik de vrijstaande foto, die open ik en die zet ik hier zo in. Nou, nu is hetzelfde geval als net. De tekst loopt nog achter de persoon langs. Nogmaals, hier hebben we dus de verschillende tekstopties. Ik kan deze aanklikken om het kader heen te laten lopen. En ik kan deze aanklikken om hem dus om de persoon heen te laten lopen. Maar je zult zien dat hij dat niet gelijk doet. Want daarvoor moet je eerst hier nog bij de contour options een functie aanklikken. En de functie die ik altijd gebruik is Alpha Channel. We gaan niet door al die functies heen. Maar in principe, als je Alpha Channel gebruikt, dan is die goed in staat, zoals je ziet, om de tekst om de foto heen te laten lopen. Nou, nu kun je dus nog wat millimeters erbij toevoegen, om het wat meer afstand te geven. En op deze manier kun je dus een hele leuke opmaak verzinnen voor jezelf geshopte, uitgeknipte foto's in InDesign. Gefeliciteerd, dat waren alle video's van level 3. En je kunt nu beginnen met de eindopdracht van level 3. En als je die afmaakt, dan heb je een goed succes.